Dreisichten in Tübingen von denen es heute handelt. U dus allen zeer, zeer hartelijk welkom. En we hebben vandaag dus een heel bijzondere tweelingtentoonstelling. Want we hebben hier een kleine presentatie staan die we wat langer zullen handhaven. Omdat de gemeente ons heeft gevraagd om ook in het algemeen mensen die nu naar Almere komen, wat steeds meer gebeurt, te informeren over hoe we nou eigenlijk zo gekomen zijn waar we nu zijn. Dus Almere in groei, in een aantal grote stappen. Er is een expositie die gemaakt is door Odette Breijink. Maar ze heeft ook natuurlijk hulp gehad met heel veel mensen. Waaronder twee schrijvers, Gerrit Vermeer en Ben de Rebel. En die mag zij ook heel hartelijk daarvoor bedanken. En andere mensen die haar daarbij hebben geholpen zijn Thijs Gerritsen en het mensen van het Ecudorp Alminde, WDG-architecten, Stichting Roemaassenaar, het Nederlands Erfgoedcentrum in Lelystad en het NAI in Rotterdam, die ook erg veel documenten bewaart, die wij als Almere gelukkig dan ook hebben. Dat ze daar bewaard zijn is fantastisch. Want wat we in die dik 30 jaar ook af en toe vergeten is vast te houden wat hier gebeurd is. En hoe verder we komen, hoe meer we zien dat we eigenlijk aan een hele grote geschiedenis bezig zijn.